Vorige week heeft Miguel van Assen het nieuws gehaald. Bakali akong na tapu Facebook en adoen beklag abra a sportbeleid dan anefu Miguel van Assen bige bari. Maar SD dan untak nanga Sherman Pansa, zij is UNSDG jeugdambassadeur. Want wan groepu piki wan money op voor ondersteun a sporter DC. En volgens mevrouw Pansa, a sportbeleid moet zit moro general, zodat de sporters naar in wie kondre kan libi voor a sport. Dit hebben we eigenlijk gedaan ten behoeve van Miguel van Assen, een van onze topsporters. En waarom we het eigenlijk hebben gedaan, het gaat, bij mij gaat het dan niet alleen om Miguel van Assen, maar het gaat, is eigenlijk een sign naar de government toe. Dus dat zeg maar de samenleving zelf moet inkomen om zo'n topsporter te kunnen helpen, te voorzien in zijn dagelijkse kosten die hij moet maken. Want ik ga ervan uit dat sporters heel veel moeten trainen. Ze hebben een voedingsschema, ze hebben dit en dat. En dat ze de financiën daartoe sowieso hard nodig hebben. Denkt u dat er veel beter om moet gaan met onze Surinaamse sporters? Ja, niet alleen met onze Surinaamse sporters, maar gewoon veel beter om. Men moet veel beter omgaan met de jongeren van Suriname. Want wat ik heb gemerkt, toen de verkiezingen voor de deur waren, werden jongeren, er werd propaganda gemaakt naar jongeren toe. Meer naar jongeren, you know, omdat gros van de samenleving, de Surinaamse samenleving, en ook heel binnen de CARICOM, is bijna 60% bestaat uit jongeren. Dus hun campagne is gefocust op jongeren. En wanneer het gefocust is op jongeren, dan vind ik wel dat er geïnvesteerd moet worden in jongeren. Want in de meeste gevallen zijn het jongeren die beginnen te sporten, die Suriname goed op de kaart zetten. Dus ik vind dat er beter om moet gaan met de jongeren in Suriname. Ik zie ook veel jongeren klagen op Facebook. Als ik nu moet sparen voor een perceel, is het pas na 50 jaar of 60 jaar, dan ben ik al dood, zeg maar. Dus er moet veel beter omgegaan worden met jongeren. En jullie hebben zo'n inzamelingsactie georganiseerd voor Miguel van Assen. Hoeveel hebben jullie tot zover kunnen ophalen? We hebben 2600... Volgens mij 56 cent, hou me ten goede, en 50 centen en 40 euro, plus 40 euro. En hoe lang zijn jullie bezig geweest met het inzamelen van geld? Het lag in de bedoeling om het 4 dagen lang te doen, maar het weer heeft het niet toegelaten, waardoor we alleen op de donderdag en de vrijdag hebben kunnen ophalen. Dus als we 4 dagen lang hadden opgehaald, heb ik het gevoel dat we nog meer zouden kunnen ophalen voor hem. En het uiteindelijke doel, jullie hebben geld ingezameld voor Miguel van Assen, hij is een topsporter. Zouden jullie dit ook willen doen voor andere topsporters die naar hulp vragen vanuit die samenleving? Ja, dus eigenlijk het geld ophalen, het is geen duurzame oplossing. Maar dit is slechts een sign naar de government van, hey, wij jongeren, we staan ook daar voor jongeren. Dus kom jij in, kom met een duurzame oplossing, kom met een structurele oplossing voor de jongeren. Tenminste, ik weet niet als er al een sportfonds is, maar dat de samenleving tenminste ziet van dat het naar daar toe gaat. Ik heb het niet over de huidige regering, dit is niet de bedoeling om de huidige regering aan te vallen. Maar het is gewoon sinds de jaren zo. Zelf Anthony Nesty moest weggaan. Snap je? Dus er wordt niet goed omgegaan met onze sporters en onze jongeren natuurlijk. Wat denk je dat een duurzame oplossing zou moeten zijn voor de doelgroep jongeren? Net als hoe er nu protocollen worden vastgesteld voor COVID, waaraan je moet voldoen om X te kunnen doen. Ik denk iemand met een 9 goal, die 9 gouden medaille gehaald heeft. Dus dat zo iemand, goed op de, zolang iemand al een goal behaald heeft, is zo iemand te vergelijken als een topsporter. Dus er moeten bepaalde protocollen of bepaalde criteria worden gesteld van zolang zo iemand iets heeft behaald. Dus dat de persoon recht heeft op dit of heeft de persoon recht op dat, zeg maar. Dus als er duidelijke richtlijnen zijn waardoor iedereen het kan volgen, dan denk ik wel dat het gaat lukken. Het moet niet iets zijn naar willekeur. Bijvoorbeeld, deze president komt en vindt, oké, dit is mijn lieveling, dus ik ga deze supporten. Die komt. Het moet gewoon één protocol zijn of iets dat naar DNA is gebracht en goed is gekeurd om onze sporters tegemoet te komen. En denk je dat onze Surinaamse sporters zich moeten laten scholen ook in de sport dat zij uitvoeren? Ja, natuurlijk. Dus
wat geldmanagement betreft, kijk, de meeste sporters zijn jong. Ze zien, er zijn leuke dingen die je kan kopen. Maar aan de andere kant moet je ook van je sport kunnen leven. Dus als je een bepaald bedrag binnen hebt gehaald, bepaalde medaille, dan moet je eigenlijk zo'n finance management thingy ook hebben. Of een public speaking, hoe je overkomt in de media, wat je allemaal moet doen. Dus ik denk dat de sporters ook aan zichzelf moeten werken. Los dat de government zoveel moet doen, moeten de sporters ook aan hunzelf werken. Denk je dat er voor jongeren in het algemeen toch wel zo'n financieel plan voor ze wordt gemaakt, om ze te leren wat eigenlijk sparen inhoudt, wat investeren inhoudt? Ja, ik zag dat toen ooit heb ik gezien dat de Centrale Bank van Suriname ooit zo'n spaar, dus hoe je om moet gaan met je geld. Ik zag zoiets, maar ja, zie je, deze dingen gebeuren niet lang. Het moet constant gebeuren, snap je? Het moet niet iets zijn voor een bepaald kwartaal of even eenmalig, oké, even hype pakken en iets doen. Het moet gewoon vaker gebeuren. Dan denk ik wel dat veel jongeren, als ze het vandaag zien, gaan ze niet gelijk ingrijpen. Maar als ze het vaker zien, zullen ze denken van, hey, dit is wel een goede training die ik zou kunnen volgen. Als zelf jongeren en schoolgaande, is het belangrijk dat toch de jongeren gemotiveerd blijven in deze tijd om naar school te gaan, ondanks deze tijd toch wel een dure tijd is? Ja, natuurlijk. Want als ik een voorbeeld bij mezelf neem, als ik niet verder was gegaan, om jeugdambassadeur bijvoorbeeld te worden, zijn er bepaalde criteria's. En als je niet naar school gaat, kan je bepaalde dingen niet kunnen doen. Dan gaan wij als jongeren blijven klagen. Maar wanneer er eisen worden gesteld, dan moet je wel daar kunnen zijn en zeggen van, hé, ik voldoe aan deze eisen, maar ik word ondanks de eisen die aan de eisen die ik voldoe niet aangenomen, dan is het wat anders. Maar als je klaagt en je voldoet niet aan de eisen, dat gaat ook niet lukken. Dus je moet naar school blijven gaan. Want ik zie velen ook zeggen, ja, Minogwas Koromotron beleidsadviseur. Ze moeten niet naar dat kijken. Suriname heeft professionals nodig. En je gaat je moeten professionaliseren in vele dingen. Kijk bijvoorbeeld water management. We hebben niet echt een goede water management. Als het regent, water gaat onder de grond en niemand weet, you know, om het aan te boren, om het te laten zuiveren, om het later te kunnen gebruiken. Dus professionals hebben bepaalde rijkdommen van Suriname. En als je het daarover hebt, dan heeft dat ook te maken met wat investeren, wat tijd investeren in jouw eigen ontwikkeling. Hoe kijk je naar, of denk je dat Surinaamse jongeren genoeg tijd nemen om zich te laten scholen en te investeren in hetgeen zij willen bereiken? Als ik het goed begrijp, als ik zo naar kijk, denk ik een kleine groep hoor. Want kijk, bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, ik ben elke dag online. Niet alleen Facebook. Facebook is wel een goed platform waar er alles wordt gepromoot. Maar ik kijk binnen de internationale organisaties. Soms zijn er bepaalde plekken die jongeren kunnen, of die Surinamers kunnen vervullen binnen zulke organisaties. En als je searcht, dan ga je die dingen wel vinden. Maar je moet je tijd echt, you know, erin willen stoppen om het te doen. Want ja, natuurlijk moeten ze weten van dat het bestaat, maar van de overheid, zeg ik altijd. Niet dat we volledig leunen op de overheid. Dus dat die communicatie er is, dat die informatie er is. Kijk, een simpel voorbeeld. We weten, Exxon komt naar Suriname, er gaat olie. Dus de government moet de samenleving informeren. Wat zijn de nodige dingen die je kan doen? Mensen die hotels hebben zonder bijvoorbeeld een zwembad. Dit kunnen ze bijvoorbeeld, dat Exxon bijvoorbeeld zulke voorwaarden. Ik zeg maar wat, dat is gewoon een voorbeeld. Dus dat ze zulke eisen stellen, werk alvast aan je productie. Er gaan veel eieren nodig hebben, groenten. Want het gaat dan niet alleen zijn voor de lokale bevolking, maar ook voor de mensen die komen om te werken in dit land. Dus informatievoorziening is belangrijk. Namens het team gaan we dit bedrag overhandigen aan Miguel Vassen. De samenleving dat we hebben opgehaald is totaal 2.659.50 cent en 40 euro. Ook Miguel van Assen is aan het woord gekomen en heeft gesproken waarom hij op Facebook is gekomen om zijn verhaal te vertellen. Dus ook in deze aflevering van De Straat gaan wij Miguel van Assen brengen. Dank je. Ja, alsjeblieft. Miguel van Assen, een groep jongeren heeft een inzamelingsactie voor je georganiseerd. Van je vieren dat toch wel die jongeren voor je klaar hebben gestaan? Nou, lefam taki all glory to God. Na voor spreken met geen grand tangi tak met wie kan manten dit door alle de situaties heb ze en zo. En wat de one is teka initiatief voor je hebt me lek bigisra na atleet. Met geen grand tangi ik geef ze bedank. Ik kan zeggen dat ieder die gedoneerd heeft en ieder die zou willen doneren en de kans niet gekregen om te doneren, ik geef jullie nog steeds dank. Ja. En lekker voeding, top Srana sporter, voetak en zo.
wat moment bij dit dat Sani Nobe Wakabungi leek sporter. Wat wil je andere sporters meegeven in deze tijd of na deze periode? Ik wil ze gewoon meegeven van never give up, want ik heb nooit opgegeven. Wanneer je wil hebt, kan je alles bereiken. En als je zo kijkt, er zijn positieve en negatieve comments geweest vanuit social media. Je bent nu benoemd als beleidsadviseur. Hoe ervaar je dit zelf, dat je dus toch nu wel die grani hebt gekregen vanuit de overheid? Dat volgens mij, geestelijk boy. Volgens mij zat dat ik bevader kan nog buiten en op een gymsrevie. Wat de waardering betreft, wist ik dat er altijd negatieve kant gaat zijn. Nooit gaat er ieder van je dingen en nooit gaat er ieder van je moeten houden. Het is al zo. Van Gado's revie noemen we op alles maar lobby. Dat is mijn naam Miguel van Assen. Mijn naam is een poot is er aan boy. Dus ik was al gereed voor dat er kritieken zouden geleverd worden. Je gaat altijd een positieve kant hebben en een negatieve kant. Ik was al opgesteld naar Biggie, mijn Biggie en Misapta Café, die je altijd mee bouwt in je Nevgado. Die hebben de rechtvaardig bezig. En je controle van beleidsadviseur, zijn je doet eigenlijk voor zorgen dat je transporters zijn met een situatie of zijn bedienen een situatie zoals je. Zij betekent die de mandat? Ik beleidsadviseur. Ja. Eigenlijk tap dat mino ango in wat mino sha dossier te mino sha sani dus mino kan. Mino kan takif mi troming of mino troming. Men kan dingen in het media zetten net als jullie hebben het in het media gezet. Maar Miguel van Assen zelf heeft het niet gezien. Dus ik zeg niet. Ik ben gekomen voordat men de sporters moeten waarderen. En ik heb mijn problemen gezet. Ik heb het niet. Men zet nu negatieve dingen. Want men, wanneer men de media de negatieve dingen zet, gaat men erop inspelen. Want de samenleving gaat het een negatieve part altijd innemen. Dus ik vind het interview media zo. Met alles aan samtaki, met dat positief, met dat uitzabedien, met die en met dat minolee. Dus eerlijk gezegd, met die grantangi nogmaals, ik zou hier komen zeggen, met die grantangi naar alles, maar sapot money. Uiteindelijk naar Minas Massasap South Pain B4 en aan een Wamsan aan de atleten en de transporters. De waarderoelijk sporters, Moroboom. Dat ben ik gekomen. Niet ieder gaat weer eens met wat ik zeg nu aangaan, maar de mamus waarderoelijk sporter voor Serena Moroboom. Ja. En Likva, oké, aan momenten door, ik is van waardering voor vanuit Alibi Makandra, de jong Wangs Revi. Sana de doelen zijn je stel gomoro fara voor boeken succes in Alibi? Ik ben altijd mee bedoel met Tantrin Godoro, omdat mijn loba sport na met Tantrin Godoro. Met Dusam stak ai, Asrana me dugi, en die ook op gymsref dat want tak vade kare minom ta. Met Tantrin Godoro, met Tanprester Godoro. En mijn af taki, mijn resultaten taki. Alla jari in uit, jala jari in uit. Ik kan geen borst noemen, ik kan geen borst, maar dat deed ik niet. Dus akosari, dus mi ben kom na gewoon met een boek succes met een tringo doro en dus anta serana kapot mi kapot serana tapakarta baka ja yeah. En sa na aboskopu di abgi young wang di wango in a sport world ook tu ma understanding de mai makera understanding say want adviseer de mandati nou je moet eerlijk te zeggen no give up. Je moet gewoon niet opgeven. Als je iets wil doen, moet je het op een positieve manier doen. Niet op een negatieve manier. And believe in what you're doing. Dream big. Liever een positief ding dan een negatieve ding. En Gado, sorry, shine. Zolang je geboren of making en zolang je geboren of doen aan die stak je doet, op een rechtvaardig fasie. Ga kondregi Suriname. Standaard is shine ook. Tambribini is refi. En misaptaka a sport aan de moeset zijn. Jou trouwens lekker van de karren top atleet. De straat.